En er was afgelopen week wat ophef over een scheur in de baan van Baron 1898. En het hele voorval deed natuurlijk een beetje denken aan wat er laatst in Amerika gebeurde bij Fury 325. Daar was een heel support van de baan afgebroken en dat was levensgevaarlijk. Uiteindelijk leek het allemaal mee te vallen en is het dus eigenlijk helemaal geen scheur. Het is een oneffenheid in het staal wat gebeurd is tijdens het snijden van het staal. Het heeft er dus altijd al gezeten.